Hoe meer rugbaarheid er gegeven wordt aan het vaccineren van zwangeren, hoe meer vrouwen in verwachting zich zullen laten inenten. Vandaag is het 's Lands Hospitaal begonnen met het vaccineren van zwangeren met het Moderna-vaccin. Het is belangrijk dat aanstaande moeders beschermd zijn tegen COVID-19, zegt gynaecoloog Satish Mohan aan onze redactie. Mohan zegt verder dat het belangrijk is om zwangere vrouwen te beschermen, omdat het ongeboren kind in de buik veel gevaar loopt als de moeder besmet raakt met het virus. De vele twijfels bij zwangere vrouwen hoeven met de komst van dit vaccin niet meer, omdat de zekerheid door de gezondheidsautoriteiten geboden is bij dit merk. Het is de eerste dag en je ziet het al bijna 50 mensen, dus ik denk wel dat er interesse is. En hoe meer rugbaarheid dan gegeven wordt, hoe meer publiciteit aan wordt gegeven, hoe beter het zal gaan, denk ik. En het advies is dus ook dat de zwangeren zich laten vaccineren. Het is dus zowel internationaal als nationaal geven wij het advies dat de zwangeren zich toch moeten laten vaccineren voor hun eigen veiligheid, maar ook voor hun veiligheid van hun omgeving. Mohan zegt dat er vanuit de vakgroep gynaecologie is gepleit bij de minister van Volksgezondheid om de Moderna-vaccins in Suriname beschikbaar te stellen voor vrouwen in verwachting. Als gynaecoloog roept hij de doelgroep dan ook op om zich zo snel als mogelijk te laten inenten. Moderna-vaccin, kijk, het is niet zo dat andere vaccins niet gegeven zouden kunnen worden aan zwangeren. In sommige landen wordt het wel gegeven. Alleen is het zo dat het nog niet veilig is vrijgegeven voor de zwangeren. En aangezien je toch de beste kwaliteit wil, de beste wil hebben voor je patiënten en voor je zwangeren, hebben we dus ook gewacht in andere landen, als Nederland, Amerika en overal. Daar wordt dus die Moderna en die Pfizer, omdat het een mRNA-vaccin is, wordt het dus speciaal specifiek aan zwangeren gegeven, omdat het meer veiligheid geeft dan andere vaccins tot nu toe. U weet, het is een nieuw ding, het kan elk moment veranderen. Bijvoorbeeld gisteren is er een verandering ook geweest in de leeftijd van die Moderna. Eerder was het 18 jaar, nu is gisteren gezegd van het mag dus vanaf 12 jaar bijvoorbeeld. Hè. Dus er zijn steeds veranderingen. Dus we zeggen niet dat die anderen niet mogen, maar voor tot nu toe is het niet vrijgegeven door de WHO internationaal voor veilig toedienen aan zwangeren, laat me het zo zeggen. Moderna en Pfizer zijn wel veilig verklaard voor de. Ook niet-zwangeren en mannen mogen zich laten vaccineren met Moderna.